Voordat wij een bedrukking kunnen gaan uitvoeren, moeten wij eerst tot overeenstemming komen waar de bedrukking op de kleding moet komen, het formaat en in welke PMS-kleuren. Hiervoor maken wij altijd een digitale proefdruk. Deze moet officieel door de klant zijn goedgekeurd alvorens wij met de productie kunnen gaan beginnen. Om dit te kunnen uitvoeren dienen wij te beschikken over een bestand welke wij kunnen bewerken. Vaak is dit een vectorbestand in APS of in Adobe Illustrator. Nadat de proefdruk is goedgekeurd, gebruiken we deze bestanden ook om de drukbestanden aan te maken welke onder andere worden gebruikt voor het aanmaken van de films. Deze bestanden zijn vaak al aangemaakt door bijvoorbeeld een reclamebureau. Eventueel kunnen wij u hierin ook verder assisteren. Bij vragen kunt u altijd even contact met ons opnemen. Wij zijn nu immers graag van dienst. Deze productie is mogelijk gemaakt door De Filmmakelaar.